Hallo en welkom bij het tutorialfilmpje van de masterclasses zoals we die gegeven hebben in Antwerpen en in Maarsen. Om even te beginnen, wat is InteriorCAD of wat is de interieurbouwmodule eigenlijk binnen Vectorworks? Is niets anders dan de module interieurbouw. En de module interieurbouw is een module die je bovenop de architectuurversie zou kunnen gaan zetten van Vectorworks en die je dan natuurlijk na installatie ook moet gaan activeren via de werkomgevingen. In dit geval ga ik nu van de werkomgeving architectuur ga ik overstappen op de werkomgeving InteriorCAD architectuur. Je zal zien dat hij dan een andere werkomgeving begint in te lezen en bij de aanvullende gereedschappen zal je dan links onderaan ook dit icoontje te zien krijgen met de InteriorCAD gereedschappen. Nu, zoals je al kunt zien voor mij, kan je daar een volledige interieur mee bouwen. Daarmee bedoel ik eerder met kastenvormen, verstekmeubels en dergelijke. Je zou met onderdelen op maat kunnen gaan werken. Je kan driedimensionele sokkels maken, kastelementen toevoegen. Je kan allerhande indelingen van kasten en dergelijke gaan maken en eventueel zelfs ook ronde vormen en dergelijke. Op het einde van deze tutorialfilmpje zal ik ook even terugkomen op de verschillende types van tekeningen dat je ermee zou kunnen maken. Om je ook even te laten zien hoe dat je verstekken kunt maken en eventueel zelfs gebogen elementen en dergelijke. Maar ga ik beginnen met een blanco document dat ik eigenlijk al klaargezet had. En ik ga even beginnen met te overlopen wat eigenlijk de inhoud is van InteriorCAD of welke gereedschappen dat je tot de beschikking hebt. En ook om te zien welke commando's dat daarbij komen. Om dat al even kleur bij te zetten, je ziet bovenaan dat er een aantal menus zijn bijgekomen. In dit geval is dat de InteriorCAD-module en ook de VectorWAP-module. Wat is een VectorWAP-module? De VectorWAP-module zorgt er eigenlijk voor dat je de exportbestanden die je naar een CNC-machine of naar een opdeelzaag zou willen brengen, dat hij die kan gaan genereren. Met andere woorden, je hebt een module Vectorworks, dat is in dit geval de architectuurmodule. Daarbovenop is de InteriorCAD-module nu ook geïnstalleerd en ook de VectorWAP-module. Nu, wat houdt InteriorCAD eigenlijk in? Je moet het beschouwen als een complete schrijnwerkerij binnen je Vectorworks-omgeving. Binnen dit gereedschapspalet zal je zien dat er een hele race om gereedschappen aanwezig zijn, net zoals je die ook terugvindt in de schrijnwerkerij zelf. De contour zou effectief de contourfrees zijn. Een boring is uiteraard een boring. Je zou macro's kunnen gaan instellen die de CNC-machine herkent, maar evengoed scharnieren, lades enzovoorts. Nu, het allerbelangrijkste van InteriorCAD is eigenlijk het onderdeel op maat. En waarom? Omdat elk onderdeel, zelfs een kast, wordt opgebouwd uit onderdelen op maat. Moest ik een kast gaan genereren en rechtstreeks meteen een kast beginnen tekenen, dan is een kastelement niets anders dan een parametrisch object dat verschillende onderdelen op maat bij elkaar brengt. Zoals bijvoorbeeld een bovenzijde, een onderzijde, een linkerzijwand, rechterzijwand, losse leggers, vaste schappen enzovoorts. Dus ik ga even beginnen met de basisgereedschap en dat is het onderdeel op maat. Je zal zien in de werkmethode bovenaan dat ik die kan tekenen volgens verschillende vormen. Ik kan je zo meteen ook even laten zien dat je vanuit een 2D-object ook kan gaan vertrekken om een onderdeel op maat aan te maken. Maar met dit gereedschap ga ik meteen al een driedimensioneel object maken, waarvan dat ik de eerste keer als ik het gereedschap wil gebruiken, dat ik deze pop-up krijg met de standaardinstelling van een dikte van een plaat 18, met daarboven en daaronder ook een afwerking van een halve millimeter. Ik klik op OK en je zal zien dat hij automatisch dat element gaat genereren. Ik ga even het navigatiepalet sluiten, opdat u zou kunnen zien in het infopalet hoeveel info dat u extra kunt verkrijgen ten opzichte van een onderdeel op maat, ten opzichte van bijvoorbeeld een extrusie of een rechthoek. Moest ik in deze tekening nu al meteen het 3D-zicht gaan activeren, en ik kan dat doen via dit keuzemenu of ik zou het via het toetsenbord kunnen doen met de toets 3 bijvoorbeeld, zal je zien dat ik automatisch al een driedimensioneel object gemaakt heb. Dit is een onderdeel op maat, met andere woorden niets anders dan een plank met een afplakking en een fineer erop. En ik kan die ook een andere naam gaan geven. Bijvoorbeeld, ik zeg nu maar wat, een dekplaat. Spatie 1. Die spatie 1 die ga ik er even tussenvoegen, gewoon opdat dat ik zo meteen zou kunnen laten zien dat hij ook oplopend gaat nummeren. Ik heb er een naam aan gegeven, moest ik nu dit object ook gaan dupliceren, dat kan ik doen met de Alt-toets of met de Ctrl-toets op een PC, zal je zien dat dat ook automatisch dekplaat 2 wordt. Nu, voor het dimensioneren van een plaat is best heel eenvoudig. Dat werkt zoals in Vectorworks zelf. Ik kan hier een lengte ingeven, bijvoorbeeld 500. Op een diepte van 400 mm. En ik zou ook de dikte kunnen gaan bepalen.
Maar allereerst al even attent opmaken dat de lengte en de breedte, net zoals in Vectorworks werkt, ik zou hier ook een bewerking kunnen uitvoeren, bijvoorbeeld 500 maal 2 gedeeld door 3 plus 400, dat is bijvoorbeeld deze maat. Anderzijds zou ik ook dit gereedschap kunnen gebruiken, dat is het vervorm objectgereedschap, een standaard Vectorworks gereedschap, waarmee dat ik deze plaat ook meteen in de juiste richting zou kunnen uitslepen. Je ziet, ik kan die volgens de x-richting uitslepen. Ik zou die natuurlijk ook volgens de y-richting kunnen uitslepen. Ik moet alleen een beetje opletten dat ik niet naar beneden toe ga in een isometrisch zicht, want dan ben ik de plaat natuurlijk ook aan het schuin trekken. Dus blijf ik over de y-as, dan zal hij rechtlijnig uitgelijnd worden en uitgerokken. Nu, zoals ik daarnet al zei, kan je ook vanuit een 2D-object een onderdeel op maat beginnen maken. Ik ga dit object even verwijderen en ik ga even terug naar het 2D-planzicht met de toets 0. En ik ga nu eenvoudigweg een rechthoekje tekenen. Dit rechthoekje zou ik meteen onder het menu in TaylorCAD om kunnen zetten naar een onderdeel op maat. Je zal zien dat hij dan eigenlijk identiek hetzelfde doet als wat ik daarnet deed met het rechtstreeks genereren van een onderdeel op maat via het gereedschap. Nu, anderzijds zou ik evengoed een polygoon kunnen tekenen bijvoorbeeld. Ik kan er nu even een eentje maken met redelijk wat hoeken aan. Ik ga die ook meteen afronden in het bewerkmenu. Bezier-afronding. Bezier wil zeggen dat hij binnen de lijnbegrenzing blijft. En ook dit object zou ik meteen kunnen gaan omzetten naar een onderdeel op maat. Dus je ziet, ik kan eigenlijk die salontafel, waar ik vroeger heel veel moeite in moest steken om die te gaan genereren in 3D, heb ik gewoon vanuit een 2D-vlakje kunnen samenstellen. Nu, een basisonderdeel op maat is natuurlijk niets anders dan een plank. Je hebt net gezien dat hij automatisch ook al een kleur gekregen heeft. Nu, als ik in het infopalet ga kijken, zie ik hier een grote knop materialen staan. En die knop komt over heel TaylorCAD terug. Dat wil zeggen dat ik hier de plaatsmateriaal kan samenstellen met een binnen- en een buitenafwerking. In dit geval is dat notelaar. Met ook een kantenband van zijde notelaar eraan. Ik zou nu bijvoorbeeld kunnen zeggen dat het plaatsmateriaal bijvoorbeeld een andere dikte hebben moet. Je zal zien dat er al een race materialen beschikbaar zijn. Dit zijn de standaardmaterialen die automatisch met TaylorCAD worden meegeleverd. En ik zal er nu een spaanplaat van 22 opgeven. Op het moment dat ik dat doe, zal ik zo meteen als ik op OK klik de plaatdikte ook natuurlijk zien aanpassen. Ik ga nu de binnen- en de buitenafwerking met iets anders voorzien. Bijvoorbeeld een S-doornfineer van 1 mm. Ik ga hetzelfde doen aan de buitenkant, dus een S-doornfineer 1 mm. En ik ga er natuurlijk ook een S-doornkantenband ophangen van bijvoorbeeld 24 op 10. Zo. Je zal zien dat automatisch ook, en dit zou eigenlijk ook mee moeten, is dat automatisch de texturen ook mee volgen. Met andere woorden, als ik nu op OK klik, zal het uitzicht van die plaat natuurlijk volledig anders worden. Je zag daarnet ook dat ik een kantenband had toegekend, maar ik zie die kantenband hier eigenlijk niet echt liggen. Nu, als ik de 3D-details ga aanzetten in het infopalet van het geselecteerde object, en die zie ik hier, die optie, de 3D-details, zal je zien dat ik de kantenband alsnog zie. Dit is een heel erg dikke kantenband van 10 mm. Nu, natuurlijk kan ik die ten allen tijde nog gaan aanpassen door bij de materialen daar een andere zijde voor te gaan kiezen. Bijvoorbeeld 24-1 in plaats van 24-10. Klik je dan op OK, zie ik dat ik nu een fijnere kantenband gemaakt heb. Bij die materialen, nogmaals, dit dialoogvenster komt over heel TaylorCAD terug, kan ik heel deze samenstelling nu gaan opslaan met deze knop bewaar en dan die als een favoriet toevoegen. Zoals je ziet zijn er hier al een aantal favorieten gemaakt. Ik zal hier bijvoorbeeld eikje zaagd veneer opzetten. Dat is spaanplaat met eikveneer en een kantenband van eik. Zo zie je dat de kleur en de dikte zich automatisch ook aanpast. Als ik nu de kantenbanden aan andere zijden wil gaan aanpassen, kan ik deze knop gebruiken, bewerk de kanten. Dan zal je zien dat je van dat object enkel en alleen nog de kantenbanden ziet. Ik kan zeggen dat hij rondom afgekant moet worden, maar ik kan dan aangeven dat hij hier niet hetzelfde materiaal moet gaan hanteren. Ik kan dan voor die opgelichte kantenband kan ik nu een materiaal gaan kiezen, of een kantenband gaan kiezen, bijvoorbeeld die zijde S-doorn opnieuw. Ik kan dan met deze knop naar de volgende kantenband gaan. Ik kan trouwens ook de aansluiting van die objecten gaan selecteren, dat die anders moeten met elkaar overlopen. Ik zou er eventueel ook weer een ander materiaal aan toe kunnen kennen. Ik zal bijvoorbeeld daar ook nog eens een beukzijde aan toevoegen. En met de volgende zijde zou ik bijvoorbeeld ook kunnen zeggen zonder kant. Dan blijft hij ook meteen weg. Klik ik nu op OK, zal je zien dat hij allemaal verschillende soorten kantenbanden heeft toegevoegd. Ik zal even het object een klein beetje draaien. En dan zie je dat er verschillende soorten kantenbanden eigenlijk op het object liggen. En deze is nu bijvoorbeeld doorlopend, terwijl achteraan zal die nog steeds in verstek staan. Ja. Nu, als ik dan ga kijken langs deze kant, zie ik ook het basis van het plaatsmateriaal.
Dat is ook wel heel erg handig, want als ik dan een eerste bewerking ga loslaten op zo'n object, in dit geval bijvoorbeeld een boring, dan zie ik bovenaan een instellingenknop, net zoals ik dat gewoon ben bij de Vectorworks gereedschappen. Ik ga daar een diameter instellen van pakweg 20 mm. Ik klik op OK en je ziet dat je al een soort voorvertoning krijgt van het gereedschap dat je wilt toevoegen. Als ik dat nu op die plaat ga zetten, zal je zien dat ik op deze manier boringen ga creëren. Nu, andere gereedschappen kan je in exact dezelfde wijze daarop toekennen. Nu, het voordeel is als ik zo'n object heb en ik heb daar een bewerking op toegekend, bijvoorbeeld die boring, zou ik hier natuurlijk de diameter nog kunnen aanpassen. En ik zou evengoed kunnen zeggen, maak daar maar een doorboring van bijvoorbeeld, zonder dat ik mezelf moet bekommeren over de dikte van de plaat. Nu, de rest van de gereedschappen werken allemaal eenduidig. Ik kan vanuit het bovenaanzicht bijvoorbeeld ook, dat kan ik eigenlijk vanuit elk zicht, maar ik kan elk object ook nog eens gaan verplaatsen. Dus elke bewerking kan ik gaan verplaatsen. Ik kan ze zelfs dupliceren en in elkaar laten overvloeien bijvoorbeeld. Dan krijg ik eigenlijk dit. Als ik dan ga kijken, krijg ik al een soort van benadering van een freesvorm. Maar voor andere vormen te maken heb ik natuurlijk andere gereedschappen. Bijvoorbeeld de sponning en de groef. Ik ga terug naar de instellingen bovenaan, altijd. Ik ga een breedte ingeven van 10 mm met een diepte van pakweg 8 mm. Ik ga over de plaat ga ik een kort lijntje trekken in de richting waarin dat ik de groef wens. Zo wordt hij automatisch al geplaatst. En ik kan dat natuurlijk ook in een andere richting doen. Je ziet dat die dan elkaar gaan kruisen. Dat is geen probleem bij de export naar een CNC toe. Hij gaat zelf een volgorde bepalen. Ik kan ook die groef natuurlijk nog steeds selecteren en de diepte bijvoorbeeld minder diep maken. Ik zou daar ook een inzet en een start aan einde kunnen ingeven. Dus 50 aan de start en 50 aan de uiteinde. En die objecten kan ik dan natuurlijk ook weer gaan bewerken. Eventueel zelfs dupliceren, net zoals ik dat gewoon ben in Vectorworks. Ik wil bijvoorbeeld 3 exemplaren naar onder toe. Bijvoorbeeld op 100 mm afstand. Op deze manier kan ik die gaan genereren. Neem ik de plaat zelf vast, volgen alle bewerkingen natuurlijk ook altijd mee. Nu, zo'n plaat kan je natuurlijk nog de andere tools op loslaten. Dat kan je trouwens ook op sokkels, dat kan je ook op een kastelement bijvoorbeeld. Ik zal hier bijvoorbeeld een contour nog even trekken op die plaat. Bijvoorbeeld zoiets. Ik kan dan de breedte ook weer ingeven, 20 bijvoorbeeld. En zo heb ik meteen een contour geplaatst op mijn kast. Nu, alle breedtes, diameters en dergelijke dien ik eigenlijk in te geven bij het CNC-gereedschappen. Daar kom ik zo meteen nog even op terug. Zodat die contour met 20 mm breedte, dat die ook herkend wordt. Zodat hij ook de juiste gereedschapskop op de CNC-machine gaat raadplegen. Op het moment dat ik dit object ga exporteren. Nu, ook losse vormen zou ik kunnen gaan omzetten naar een extrusie. Of beter gezegd naar een contourvorm. Nu, wat ik zou kunnen doen voor een contourvorm uit te slepen die ik zelf een vorm wil gaan geven, daarvoor kan ik heel eenvoudigweg een 2D-element gaan tekenen. Ik ga dus een 2D-element op deze manier uitzetten. Ik zal nu bijvoorbeeld een heel eenvoudig voorbeeldje geven. Ik ga twee ovalen bij elkaar samenvoegen, om even aan te tonen dat je ook afgeronde objecten zou kunnen omzetten. Dit is een 2D-polylijn geworden en die ga ik onder het InteriorCAD-menu ga ik die nu ook omzetten naar een contour. Je zal zien dat hij hier automatisch dat er rond gaat trekken. Als ik een te korte bocht maak om de contour in te slepen, moet ik ervoor zorgen dat ik natuurlijk wel rond geraak, dat mijn freeskop effectief rond de boog kan gaan. Dan kan ik eventueel de info in het infopalet de correctie van de diameter zetten, op bijvoorbeeld links frezen, zodat hij wel de plaats heeft om de CNC-bewerking uit te voeren. Je ziet dat de contour die hier ligt, ik kan hem selecteren, het is al een contour 3D, maar heeft een rode penkleur gekregen. Dat is omdat hij nog niet toegevoegd is aan de plaat. Je ziet dat ook, hij ligt naast de plaat zelf. Die ga ik nu op de plaat slepen en je ziet dat hij nog steeds rood wordt. De reden daarvoor is omdat als ik in het vooraanzicht ga kijken, dat hij eigenlijk nog aan de onderkant van die plaat ligt. Ik ga hem even op de naaststructuur zetten en ik ga die contour nu even naar de bovenzijde van die plaat brengen. Je zal zien dat hij dan ook normaal gezien zwart wordt. Ik kan hem even juist positioneren. Ik moet dat wel heel erg correct doen, omdat de frees straks ook beseft waar het aangrijpingspunt is voor mijn frezing. En zal ik nu zo gaan kijken in de plaat en ik zet nu mijn tekening op, dan zie je dat de contour ook effectief eruit gehaald is. Met andere woorden, je kan eender welke vorm gaan aanmaken. Hetzelfde geldt eigenlijk ook voor de macro's. Stel dat ik bijvoorbeeld een zakgat wil gaan maken, dan volstaat het om een heel eenvoudig symbool te gaan maken van de vorm die ik wil gaan uitsnijden. Ik ga er nu een standaardje van maken van 150 mm op 150 mm. Die ga ik even extruderen. Ik ga er een hoogte aan geven, min 6 in dit geval. Dat wil eigenlijk zeggen dat de frees ook naar onder toe zou gaan frezen. En het is deze vorm die ik uitgefreesd wil zien.
Ik kan die eventueel zelfs nog een beetje uitbreiden. Ik ga daar nog een cirkeltje op tekenen. Die ga ik ook een extrusie geven, ook min 6. Maar die ga ik ook meteen een beetje naar onder brengen. Zijn dat die op min 6 komt te staan, zodat die ook onder dat vierkantje ligt. En deze twee volumes, die ga ik nu even samenvoegen. Laten we nou zeggen dat dat de restvorm is die ik uit wil frezen uit die plaat. Wat moet ik dan doen? Ik moet dit object opslaan als een symbool. Ik ga dat een naam geven, zakgat. Die naam moet ik ook wel degelijk onthouden. Ik klik op OK. Die wordt toegevoegd als een symbool. En als ik nu dit gereedschap ga selecteren, macro 3D, kan ik hier bij de instellingen ervoor zorgen dat ik de juiste macro ga gebruiken. Ik kan een macronaam ingeven. Stel dat dat zakgat al geprogrammeerd is op mijn CNC-machine, dan kan ik daar gewoon de macronaam in gaan geven. Moest dat niet het geval zijn, dan kan ik hier ook de kopnaam of de gereedschaps-ID-nummer in gaan geven. Bijvoorbeeld Phrase 1, 2, 3. En ik kan hier de breedte van dat symbool ingeven, de diepte van dat symbool en de hoogte is al juist, 2 keer min 6. En op basis van zakgat. Als ik dan op OK klik, je zal zien dat ik al een soort voorvertoning krijg. Ik ga het op de plaat klikken en dan zal je zien dat hij automatisch die vorm daar ook uit gaat halen. Nu zie je dat ik eigenlijk een beetje fout ben, kwestie van de hoogte. Ik had het object nog een klein beetje moeten laten zakken, opdat de vierkante vorm er ook uitgeschreven zou worden. Dit is eigenlijk de manier waarop ik macro's aan kan maken. Eender welke restvorm, met andere woorden, zou ik zo kunnen uitfrezen uit een plaat. Nu, om platen samen te voegen, kan je natuurlijk ook ervoor zorgen dat die ook al meteen verbonden worden met verbindingselementen. Ik ga bijvoorbeeld even naar het vooraanzicht en ik ga nu even een ombouw maken. Ik ga even een plaatje tekenen dat rechtop staat. Dus dit is gewoon het vooraanzicht en ik zie daarvan gewoon een 2D rechthoek. Ik ga de breedte daarvan aanpassen aan bijvoorbeeld 150 mm. En ik wil dat de hoogte van dat plankje bijvoorbeeld 800 mm hoog wordt. Op deze manier heb ik een 2D rechthoek getekend. Ik ga die nu even met de onderzijde op de nulpas zetten. En dit object ga ik natuurlijk meteen omzetten naar een onderdeel op maat. Ik krijg daar een standaardinstelling voor. Ik ga nu even naar de materialen en ik ga een standaard favoriet gaan raadplegen. Bijvoorbeeld MDF met grond hier, dus witte grondlaag op. Dit object zou ik een naam kunnen geven. In plaats van onderdeel op maat 120 maak ik daar L ombouw 1 van. Die 1 staat erop omdat als ik nu een kopie maak van deze plaat, dat ik ook automatisch L ombouw 2 krijg. Dat zie je hier. Die plaat die ga ik nu even in het bovenaanzicht roteren, 90 graden. En die ga ik ook meteen plaatsen tegen die andere plaat. Als ik dat in 3D ga bekijken, heb ik nu een basis, twee platen tegen elkaar gezet. En die kan ik nu ook gaan verbinden, oftewel via eenvoudige verbindingselementen of via meer complexe verbindingselementen. Met eenvoudige verbindingselementen, daar bedoelen we mee een deuvel, een schroef of bijvoorbeeld een invis. Je zal ook zien dat je een raakvlak ziet, dat is dat blauwe vlak. En op dat blauwe vlak staan ook een paar zwarte lijnen opgezet. Dat is het raster. En dat raster kan ik hier ook gaan kiezen. Je moet weten dat je er ook oneindig veel kunt toevoegen aan de rasterbibliotheek. Ik ga er nu even eentje instellen met 50 mm van het einde. Je ziet dat er een algemene verdeling komt. Ik selecteer dan welke deuvel dat ik hebben moet. Ook deze kan ik zoveel toevoegen als dat ik wens. Ik ga er nu van 6 op 20 nemen bijvoorbeeld. En ik klik één keer op deze tussenmod. Je zal zien dat hij alle deuvels in één keer gaat plaatsen van boven tot onder. Selecteer ik terug een ander gereedschap, dan gaat hij de algemene rendering terug waarnemen. Hier zitten nu dus deuveltjes in verwerkt, ook al zie ik ze natuurlijk niet. Ga ik nu naar de draadstructuur, dan zie ik ze eigenlijk terug zitten. Zou ik naar het vooraanzicht gaan, kan ik natuurlijk zo een deuveltje natuurlijk ook weer gaan met de Alt-toets of met de Ctrl-toets op PC duplicaten van afslepen. Of ik kan het bijvoorbeeld ook verwijderen uiteraard. Stel dat ik er een deuvel in heb zitten die niet in de plaat zit, zal je zien dat de boringen die rond die deuvel zitten ook natuurlijk weer rood worden. Pas daar een beetje over op, want op de bestellijsten zal er nu een extra deuveltje staan die nergens op toegepast kan worden. Nu, dat zijn voor eenvoudige verbindingselementen. Ik kan dat natuurlijk ook doen met een schroef. Maar, zoals ik daarnet al zei, we hebben ook verbindingselementen die iets complexer zijn. Dat zijn samengestelde verbindingselementen. Die bestaan uit een behuizing en een bout. Je ziet hier bovenaan, zie je bijvoorbeeld een lijst van een aantal voorbeelden. Je kan er hier zoveel aan toevoegen als dat je wenst. Ik ga hier bijvoorbeeld de minifix nemen. Dat kent iedereen van bijvoorbeeld de IKEA-meubels. Ik kan daar nog een speciale bout voor selecteren als daar verschillende mogelijkheden op zijn. En ik kan natuurlijk ook weer een raster gaan kiezen. Ik kan die rasters, zoals ik daarnet al zei, zoveel aan toevoegen als ik wens.
Als ik dan nu ga inzoomen op dat raster en ik ga naar deze middellijn, ik klik eenmalig, dan zal je zien dat hij de minifix geplaatst heeft. Nu met de schroefkop naar de voorzijde, omdat ik ook vanuit dit zicht teken, moest ik vanuit de achterkant getekend hebben, zat de schroefkop aan de binnenkant. Je ziet dat hij wel zowel boven als onder eentje plaatst. Ook die kan ik natuurlijk ook weer gaan dupliceren bijvoorbeeld. En als ik het in 3D ga zetten, zal je zien dat hij de verbinding zelf ook rendert op het punt daar waar hij eigenlijk uit het object steekt. Ja. Nu, zo'n ombouw, waarom teken ik dat nu? Eigenlijk om aan te geven dat je die ook kunt selecteren in zijn volledigheid en ook terug kunt omzetten naar een symbool. Bijvoorbeeld een L-ombouw, die je vaak nodig hebt. Ik zou eventueel het invoegpunt zelf kunnen kiezen, bijvoorbeeld dat dat hier linksachter moet liggen. Ik kan zelf eventueel een map aanmaken in mijn tekening. En je zal zien dat hij nu opgeslagen zit in mijn hulpbronnenbeheer. Even naar toegang, hier zie ik de L-ombouw. Het is een blauw symbool geworden, dat wil zeggen dat het een groupage is op het moment dat ik ze insleep. Het is natuurlijk een groupage uit twee verschillende onderdelen op maat en dan een aantal verbindingselementen. Sleep ik die nu in, zal je zien dat ik die op die linksachter vast heb. Ik kan deze nu natuurlijk gewoon weg gaan degroeperen. Ik zou dat doen via een rechtermuistoets en dan degroepeer. Dan heb ik terug losse elementen en die platen zou ik dan nu terug verder kunnen bewerken met het gereedschap zoals ik er straks al liet zien. Dus we vormen objectgereedschap, al dan niet volgens mijn eigen as, gewoon verder uitslepen in de richting waar het in bedoeld was. Op die manier zou je eigenlijk een samenstelling kunnen maken van verschillende onderdelen op maat. Voor bijvoorbeeld een omkasting van een dampkap of de U ombouwen, de L ombouwen enzovoorts enzoverder. Nu, dat zijn onderdelen op maat. Deze kan ik nu natuurlijk weer verder gaan bewerken, bijvoorbeeld met boringen. Je ziet dat als ik gereedschappen toepas op een plaat en ik heb de 3D-details niet aanstaan, dat ze niet zichtbaar worden. Ze zijn selecteerbaar, maar niet zichtbaar. Zet ik de plaat zelf in 3D-details op, dan zal je zien dat ik hier nu ook de boringen te zien krijg. Nu, dat voor onderdelen op maat. Wat zijn dan de parametrische elementen? Ik ga dit object even verwijderen. Ik heb er toch sowieso al een duplicaat van in mijn info of in mijn hulpbronnenpalet. Een volgende gereedschap zou zijn de sokkel 3D en dat is een samenstelling van onderdelen op maat. Ik ga even naar de instellingenknop en ik kan een breedte ingeven van bijvoorbeeld 3000 mm. Ik kan een hoogte ingeven van pakweg 150 mm. Ik kan ervoor zorgen dat de voorzijde bijvoorbeeld 100 mm overschiet, langs links en langs rechts. Ik kan hier ook het aantal dwarsbalken ingeven. Ik wil dat de dwarsbalken gegenereerd worden, in dit geval een stuk of 6. Ik klik op OK en je zal zien dat je al een voorvertoning krijgt van de sokkel. Dubbelklikken wil zeggen dat hij ze plaatst. Ik ga even in 3D kijken en je ziet dat ik hier al een sokkel vast heb. Ook hier zou ik nu dat gereedschap kunnen toepassen van vervorm object, gewoon door te slepen in de verschillende richtingen. Hoger, dieper, lager, breder enzovoorts. Als ik nu bij de materialen ga kijken, dus je ziet hier in het infopalet, heb ik de knop materialen, komt opnieuw dat dialoogvenster terug dat ik zo daarnet voor het onderdeel op maat had kunnen gebruiken. Ook daar kan ik natuurlijk favorieten gaan raadplegen. Bijvoorbeeld, ik zeg nu maar wat, bergfineerpaneel. Klik op OK, dan is alles in berg omgezet. Stel je nou voor dat ik wil dat de voorzijde van die plint, maar dan ook enkel en alleen deze plint lat, dat die een ander materiaal zou krijgen, ga ik daarvoor niet naar de materialen, want die zou alles tegelijkertijd hetzelfde materiaal toekennen, maar ga ik naar de instellingen en dan heb ik hier een override-knop, in dit geval alleen voor het front, dat ik zeg dit moet een ander materiaal worden, bijvoorbeeld eikgezaagd fineer. Klik je dan op OK en op OK, heeft hij enkel en alleen het materiaal van de voorzijde aangepast. Ook op deze elementen zou ik bijvoorbeeld verbindingselementen kunnen toevoegen. Je ziet hier ook meteen de raakpunten. Ik zou daar bijvoorbeeld een schroef voor kunnen hanteren. Ik ga er even op klikken. Je zal zien dat hij die automatisch plaatst. Nu, ik zou het beter van achter naar voor gaan plaatsen, denk ik. Dit is een beetje een lelijke samenstelling, denk ik. Want als ik nu daaruit ga, dan zie ik nu natuurlijk de schroeven ook in de voorzijde zitten. Dat is wellicht niet de bedoeling. Misschien was het meer aangewezen om hier een deuvel te gaan gebruiken. Nu, zo'n sokkel, je kan die natuurlijk hanteren zoals hij nu is. Ik zou hem trouwens ook recht kunnen zetten, door in een rechteraanzicht 90 graden links te draaien en omhoog te slepen zoals een skeletbouwwand. Zou ik dan ook natuurlijk onderdelen op maat op kunnen tekenen als een gyprokwand bijvoorbeeld. Maar wat ik ook kan doen, is dit object terug verder gaan omzetten. Als ik deze nu omzet naar een groep, dan zal hij me vragen om de subobjecten niet om te zetten. Dat doe ik dan ook. Ik ga die nu degroeperen ook. En dan zal je zien dat dit terug allemaal onderdeeltjes op maat geworden zijn. Je ziet wel dat de naam ook effectief gehanteerd wordt. Een sokkeldwarsbalk.
nog een sokkeldwarsbalk. Dit is de sokkel achter enzovoorts. En al die onderdelen op maat kan ik weer verder gaan bewerken, andere namen geven enzovoorts. Dus ik zou bijvoorbeeld nu kunnen zeggen, vanuit het bovenaanzicht, maak me daar toch nog maar een paar extra latjes in. Denk er ook aan dat je hier ook de bewerkingen weer op los kunt laten, zoals bijvoorbeeld die boring, zoals ik daarnet al liet zien. Nogmaals, als we ergens opkomen op een object waarvan dat de 3D-details niet aanstaan, dan ga ik de bewerkingen niet zien. Dat is om je tekening een beetje te ontzien qua details. Als ik die aanzet, ga je nu natuurlijk de bewerkingen er wel op zien. Nu, zo'n sokkel zou je ook kunnen aanmaken van bijvoorbeeld een 2D-element, net zoals ik daar een onderdeel op maat had aangemaakt. Met andere woorden, stel dat ik nu, en ik ga even de locuspuntjes weghalen, die je genereert op het moment dat je het omzet naar een groep, ga nu gewoon een rechthoek tekenen en ik zeg tegen InteriorCAD, zet om naar een sokkel. Bij deze heeft dat meteen gedaan. Ik kan hier naar de instellingen gaan om die nog verder te gaan bewerken, maar dat is eigenlijk de wijze waarop dat je heel snel een sokkel kunt genereren onder een resumkasten naast elkaar. Nu, het kastelement zelf dan. Het kastelement is eigenlijk niets anders dan hetzelfde als een sokkel als een parametrisch object, een verzameling van onderdelen op maat. Je ziet, hij wil automatisch een kast gaan plaatsen, maar op het moment dat je dat voor de eerste keer doet, gaat hij automatisch ook de pop-up geven van de kastenconfigurator. En dat is dit scherm. In de kastenconfigurator, die kan ik hier in OpenGL al even weergeven, zie ik wat ik aan het doen ben. En in die kastenconfigurator ga ik een aantal dingen doen. Dat wil zeggen een drietal zaken. Ik ga ervoor zorgen dat de basismaat van mijn corpus al bepaald is. Ik ga de indeling voorzien van die kast. Dus het aantal schappen dat erin moet komen. Welke soort frontjes dat erop moet komen. Moeten de zijwanden inzetten. Ik ga ook het materiaal en de presentatie ga ik als samenstellen voor die kasten. Nu, hoe werkt zo'n kastenconfigurator? Ik zou hierboven heel eenvoudig weg kunnen zeggen wat de basismaat moet zijn van mijn corpus. Bijvoorbeeld 800. 600 breed, 550 diep. En dan kan ik bij de indeling gaan kijken hoe dat ik die kast wil indelen. Ik kan elk onderdeel van de kast apart gaan aanklikken, bijvoorbeeld de bovenzijde. Ik zou daarvoor kunnen bepalen wat voor een onderdeel dat moet zijn, bijvoorbeeld een dwarsbalk vooraan. Die zou ik hier met deze knop ook kunnen draaien. Bij de basis kan ik steeds zien wat ik aan het maken ben. Of ik zou ook een zijwand kunnen selecteren en die van de achterkant, dit is de achterzijde, dit is de voorzijde, daar ook een stuk af gaan halen, bijvoorbeeld 28 centimeter. Als ik dan ga kijken bij de basis, dan zie ik eigenlijk ook wat ik aan het maken ben. Nu, ik ga die even terug op standaard zetten. Dus ik ga de afkorting even inhalen. Ik ga de dwarsbalk bovenaan terug als een legger ingeven. En dan ga ik de corpus zelf indelen, of de indeling van de kast. Ik kan met vakken en kolommen werken. Ik wil nu bijvoorbeeld een heel eenvoudige kast maken met een linksdraaiende deur met twee losse leggers in. Dan ga ik de kast in drie vakken verdelen. Niet door vaste planken, maar door losse leggers. Ik wil geen asmaten hebben, maar inwendige maten. Als ik dan op toepassen klik, zal je zien dat daar twee losse leggers in komen te liggen. Ik kan hier ook de soort van afmeting gaan bepalen. Dus ik wil nu de binnenafmetingen zien, dat klopt goed. En ik zie hier rechtsboven zie ik een aantal hashtags. Die hashtags zijn niets anders dan dit element, dat element en dat element. Als ik die hashtag zou aanpassen, de eerste hashtag is het onderste element. Ga ik die op bijvoorbeeld 360 ingeven, basismaat voor een hoge lade bijvoorbeeld, toepassen. En dan wordt dit stuk ook vastgezet. Ik zou zo natuurlijk ook onderdelen kunnen terugverdelen in bijvoorbeeld 5 kolommen. Op deze wijze. Ik kan ook de insprong van al die latten, losse leggers en zijwandverdelingen kunnen ingeven dat die op 20 terug liggen. Als ik dan terug bij de basis ga kijken, zie ik wat ik hier gecreëerd heb. Allemaal indelingen met 20 terug. Zo zou ik bijvoorbeeld ook dit latje kunnen aanklikken en zeggen dat hij 50 terug moet liggen. Ik weet dat hij standaard al 20 terug ligt. Ik kan hem nog 30 verder terug laten lopen. En bij de basis ziet dat er dan zo uit. Als ik een fout gemaakt heb, stel dat ik die bovenste verdeling toch niet hebben moet, dan selecteer ik dit segment. Met deze knop ga ik de eerstvolgende bovenliggende segmenten selecteren. En met deze knop kan ik die ook gaan verwijderen. Ik zou nu op elk selecteerbaar vlak een deurtje of een frontje kunnen plakken. Dat kan een ladefront zijn of een deurfront. Ik wil het nu over de ganse kast hebben. Dan ga ik daarvoor hierboven deur met beslag links aangeven. Je ziet dat er een deur gegenereerd wordt met rondom 3 mm speling. Ik ga die onderaan nu op een 0 zetten, zodat de speling gelijk komt. Ik ga er ook een handgreep aan toevoegen. Ik ga er een eenvoudige knop voor gebruiken. Die staat nu centraal aan de rechterzijde. Ik wil die nu bovenaan gaan zetten en ook nog eens 60 uit de hoek. En 60 van de bovenzijde, zodat hij op een juiste plek komt te staan. Ga ik kijken bij de basis, is dit hetgeen wat ik aan het genereren ben. Ik klik nu even voorlopig nog niet op oké, want ik wil ook naar de achterwand gaan kijken. Die achterwand gaat nu over de ganse kast heen.
Maar ik zou ook kunnen zeggen door dit optie af te vinken dat er geen achterwand is. Op dat moment zou ik kunnen zeggen dat dit onderste deel wel een achterwand moet hebben. Ik kan dan ook kiezen wat voor een achterwand, bijvoorbeeld een groef. En ik zou ook kunnen gaan zeggen dat die een stukje terug moet vallen in plaats van 5 mm van de achterzijde, bijvoorbeeld 100 mm. Als ik die basiskast dan ga bekijken langs achter, dan zie ik dat ik hier nu een achterwand aan het maken ben die 100 mm terug ligt. Ik ga dit nu even ongedaan maken. Ik ga die achterwand terug wegdoen en ik ga over de ganse kast ga ik een achterwand trekken. Die mag dan in groef zijn. Ik kom hier zo meteen op die dikte ook nog even terug, maar ik wil die bovenaan op stomp zetten. Dat wil zeggen dat hij bovenaan ingeschoven wordt, zeg maar. Je ziet hier ook dat de dikte van de achterwand op 20 staat. Dat is nogal dik. Daarvoor ga ik dus eerst even naar de knop materialen. En je ziet hier voor elk onderdeel van de kast heb ik hier aan de rechterzijde weer datzelfde dialoogvenster. Ik ga die nu toepassen met eigenlijk gezaagd veneer bijvoorbeeld. Dan zie je dat elk onderdeel een materiaal toegewezen krijgt. Dat zijn eigenlijk de favorieten die ik hier samengesteld heb en dan met deze knop heb bewaard. En je ziet dat de achterwand 5 mm dik is. Als ik terug naar achterwand ga kijken, zie ik dat ook. Mijn groef of mijn sponning is eigenlijk ook al meteen op de juiste breedte gezet met een klein beetje overschot voor lijmresten. Nu, je zou nog heel veel dingen kunnen gaan instellen, zoals bijvoorbeeld een standaard sokkel zetten onder deze kast. Je kan je afvragen waarom heb ik een losstaand gereedschap sokkel die ik hier zie ten opzichte van deze kast. Dit kan ook een sokkel toevoegen, maar dan is het alleen aan deze kast en kijk goed, het gaat ook wel van je corpusmaat af. Het is dus ook maar een sokkel alleen voor deze kast, niet voor de kasten die ernaast komen te staan. Hetzelfde geldt eigenlijk ook voor stelvoeten. Ik kan hier ook stelvoeten onder gaan zetten, eender de welke. Kan ik ook gaan, volledig gaan bepalen welke afstanden dat zijn. Ik ga het nu even ongemoeid laten. Ik kan er ook lijsten op zetten. Denk er wel aan, ook dit komt allemaal van de corpusmaat af. Dus als je dat niet wenst, als je echt enkel en alleen de kast wil bewerken, dan zorg je ervoor dat er geen sokkel of stelvoeten of lijsten zijn. Dan kan je die achteraf nog los gaan toevoegen. Je kan eventueel ook nog even naar de presentatie gaan kijken om ervoor te zorgen dat de draairichting van de deur in 3D getoond wordt. Diagonales op lades eventueel, details van de deur, dat wil zeggen de details van mijn beslag en eventueel details van het ladenbeslag. Ik klik nu even op OK en de kast wordt nu gegenereerd. Daar staat hij nu. Hij staat nu ook op 15 van de grond af. Je ziet hem daar nu zo staan. En je ziet ook de info van die kast staat ook op de voorzijde van die kast genoteerd. Als ik nu een scharnier wil gaan toevoegen, ga ik daarvoor naar de gereedschapsscharnier. Je zal zien dat je twee blauwe vlakken krijgt. Het voorste vlak is voor het scharnier, het achterste voor de montageplaat. Ik selecteer dat eerste vlak. Ik kan hier gaan kiezen naar een reeds gebruikt scharnier dat ik hier al heb staan. Of ik zou kunnen gaan kijken naar andere fabrikanten, hetgeen wat ik nodig hebben zou. Ik kan dan eentje samenstellen. Ik kan daar ook een montageplaat voor selecteren, moesten er verschillende mogelijkheden zijn. En het raster, zoals ik er straks al een paar keer aangehaald heb, kan ik ook instellen. Kan ik trouwens ook voorwaardelijk maken. Ik kan rasters toevoegen die ervoor zorgen dat een kast van pakweg 1200 mm hoog twee scharnieren heeft, maar eentje van 1400 hoog nog eentje in het midden bij krijgt bijvoorbeeld. Ik ga nu op dat raster één keer klikken. Hij gaat dan boven en onder sowieso al meteen het juiste scharnier gaan genereren. Dat gaat hij meteen plaatsen ook. Daar heb ik ze staan. En je ziet dat daar ook meteen boringen op zitten. Ik kan nu even een ander gereedschap selecteren, zodat ik niet meer in die transparantiemodus zit. Als ik hem nu terug even op draadstructuur ga zetten, zie je dat die scharnieren erin zitten. Die scharnieren kunnen we trouwens ook vereenvoudigen, moest dat nodig zijn. Ik kan er trouwens ook kopieën en dergelijke af gaan slepen. Nu, moest ik een andere kast gemaakt hebben voor lades, kan ik op identieke wijze daar beslag aan gaan toevoegen. Ik zal even deze scharnieren even verwijderen, of beter gezegd kan ik deze kast even gewoon dupliceren. Ik ga de scharnieren even verwijderen. Ik ga in die kast in de indeling gaan kijken en dan ga ik ervoor zorgen dat ik daar ladefronten op toevoeg in plaats van deurfronten. Dus ik ga even deze indeling gewoon even wissen. Ik doe de deur ook even weg en ik ga nu deze kast weer verdelen volgens drie vakken. Drie vakken verdeeld door niets, dus een virtuele opdeling. Dat wil zeggen dat deze, hier komt geen plank te liggen, maar het is een verdeling. Ik kan dan het onderste vak aanklikken, ik zeg een ladefront erop. Ik kan dat eventueel opliggend of verzonken ook doen eventueel. Ik kan nu een opliggende maken. En ik ga ook daar een handgreep aan toevoegen, bijvoorbeeld diezelfde knop.
Die staat nu weliswaar centraal. Ik kan die ietsje hoger zetten, bijvoorbeeld 60 ook. Zo. En deze indeling kan ik nu kopiëren en ook gaan plakken in dit veld. Ook hier zo. En nu heb ik weer een basiskast gemaakt, maar nu is het een ladekast geworden. Je ziet, ik heb een ladefront, daar heb ik nog geen materiaal toebekend. Had ik beter gedaan. Nu, maakt op zich niet zoveel uit. Want wat ik nu ga doen, is hier bij de draadstructuurrendering er ook nog eens voor zorgen dat hier beslag van de lade in komt. Lade 3D werkt identiek, net hetzelfde zoals dat scharnier. Ik kan dan aangeven op welk vlak ik een lade zetten moet. Je gaat dan de eerste keer dat je dat aanklikt even de database inlezen. Ik kan houten lades maken of aluminium lades. Hier staan al een paar voorbeelden. Ik kan er zelf ook eentje samenstellen natuurlijk. Door naar de verschillende fabrikanten te gaan kijken, zijn de Legra-boxen. Of ik kan bij Hettich gaan kijken voor bijvoorbeeld Architects. Je kan er natuurlijk zoveel aan toevoegen als dat je wenst trouwens ook. Ik ga nu een bestaande lade even nemen. Ik heb hier een Architect 350. Ik ga op de groene V klikken of op de Enter-toets om dat beslag op te gaan halen. En je zal zien dat de lade daar dan ook meteen in komt. Nu, het beslag dat je daarin gaat steken, dan zal je zien dat je dat ook natuurlijk weer kunt gaan dupliceren. Ook die ladebeslag zou je kunnen gaan vereenvoudigen. Je ziet hier nu ook de tekst van het ladebeslag bovenop komen. Zou ik nu langs rechts gaan kijken, kan ik ook die lades natuurlijk gaan dupliceren bijvoorbeeld. Ik had ook gewoon met het ladenbeslaggereedschap ook aan de voorzijde kunnen gaan klikken. Om er gewoon een losse lade in toe te voegen. Nu, wat er ook een voordeel is, is als ik deze nu in een rendervorm zet en ik zou een van die lades open gaan zetten, zal je ook zien dat hij daar het geleider laat uitgeleiden, maar dat het ladenprofiel blijft zitten. Ik zal even op de kast dubbelklikken. Dan ga ik even naar de indeling van die kast en deze lade ga ik nu een stuk openzetten, bijvoorbeeld 200 mm. Ik klik op OK en je zal zien dat dan de lade ook effectief uitschuift. Nu, wat ik ook kan doen, is de kast zelf verbreden naar bijvoorbeeld 900 en dan zal je zien dat de kast of de ladematen ook mee zullen volgen in het beslag. Nu, als je een ladebeslag gaat aanpassen, zoals ik daarnet al zei, je kan het ook gaan vereenvoudigen. De vereenvoudigen, daar verwijs ik voor naar de tutorials die op YouTube beschikbaar zijn via ons YouTube Vectorworks Benelux kanaal. Dit was het eigenlijk voor deel 1 van de interieurbouwmodule. In een volgende module gaan we ook verder gaan kijken van hoe dat we heel complexe kasten en dergelijke kunnen gaan samenstellen. Of hoe dat je een automatisch verstek kunt gaan maken, eventueel ook gebogen meubels en dergelijke kunt gaan samenstellen.